Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag laat ik jullie heel mijn dag zien vol met online lessen hier op mijn kot in Leuven. Ik wilde hier even tussenkomen om jullie te zeggen dat deze video is gefilmd op 1 oktober, dus ongeveer een maand geleden. En toen waren de maatregelen nog helemaal anders. Toen zat KU Leuven ook nog in code geel. Dus dan weten jullie dat voor de rest van de video. Dus zoals jullie hebben gezien ben ik opgestaan om 7:30. Of mijn wekker is toch gegaan om 7:30. Ondertussen is het al 10 minuten later. Maar ik ben dus een uurtje voor mijn eerste les opgestaan. Mijn eerste les begint om 8:30. Omdat ik nog even wil douchen voordat de les begint. En omdat ik dan een beetje tijd heb om alles aan jullie uit te leggen wat ik doe in de ochtend. Normaal gezien sta ik helemaal niet zo vroeg op. Maar vandaag begint de les een half uurtje later. Dus ik dacht, ik ga me even helemaal klaarmaken voordat de les begint. Ik heb hier gisteren al een paar dingen klaargelegd dat ik ga dragen vandaag. Samen met dit blouseje, denk ik. Dus ja, ik ga hem meepakken en naar de douche bij Alba. Alba die slaapt nog, maar die laat de sleutel er een beetje uit, zodat ik er met mijn sleutel nog in kan. Het is vandaag een beetje regenachtig. Het is gelukkig wel gestopt met regenen. Ik ga nu nog mijn haar kammen, mijn lenzen indoen, mijn tanden poetsen. En dan ga ik naar boven gaan om te beginnen, want het is nu al 7:45 en binnen een kwartiertje begint dus mijn allereerste les al. Dus ik ga een klein beetje moeten voortdoen om het allemaal nog aan jullie te kunnen uitleggen. Oké, ik heb nog 4 minuten voordat mijn les begint, maar ik wou nog even laten zien dat mijn bureau eerst hier stond in mijn video van mijn verhuis, maar ik heb die daar gezet, want de wifi van mijn kot was niet zo goed. Of course. Een student met goede wifi. Het kan niet waard zijn. Dus, ik ga gewoon naar ons online platform van Leuven. En dan zie ik al een melding staan. Even kijken wat dat is. En dan kan ik bij het vak hier een pincode zien voor de livestream dat ik moet volgen. Er staat dus nu dat de livestream nog niet begonnen is. Ik heb een nieuw hoesje rond mijn gsm. En ik heb het schermpje van voor ook vervangen, want daar zat ook een barst op. En dan voelt uw gsm weer even gloednieuw. Normaal gezien probeer ik ook al op voorhand in de ochtend mijn dagplanning uit te schrijven. Want ik had daar een boekje voor gekocht dat ik jullie in een vorige video heb laten zien. Maar ja, in de ochtend, het is dus niet gelukt. Dus ik ga dat doen tussen mijn lessen. Dus dit is mijn dag vandaag. Ik heb nu ademhaling, een klinisch college. Daarna heb ik een theoretisch college van ademhaling. En dan nog semiologie van de heelkundige patiënt. Mijn lessen zijn dus vandaag bezig tot 4:15. En dan ga ik proberen nog een klein beetje te leren. En om 5:00 komt er een vriendin. En dan gaan we samen naar de winkel, gaan we samen koken. En dan nadat we hebben gegeten, komen er nog 2 vriendinnen. En dan gaan we gewoon bij mij op kot iets drinken. Helene en Catalina komen. Dat zijn gewoon de meisjes die jullie altijd al hebben gezien van mijn bubbel. En dan Laura, die kennen jullie nog niet. Ik ga nu eventjes mijn planning van de dag uitschrijven. Kunnen jullie ook zien hoe dat ik mijn dag uitplan? Meestal gebeurt dat ook na mijn eerste les, want in de ochtend kom ik er gewoon niet toe. Zoals vandaag ben ik dan vroeger opgestaan om te douchen, maar dan zit ik ook net op tijd aan mijn bureau. En andere dagen sta ik echt op 20 minuten voor de les, als het om 8:00 is toch. Wij krijgen nu de keuze van KU Leuven om de les van op kot live mee te volgen of om echt naar de les te gaan. Dus ik heb bijvoorbeeld vandaag besloten om een hele dag gewoon van mijn kot naar de lessen te kijken. En meestal als mijn les om 8:00 's ochtends is, vind ik dat ook wel fijn. Want ik hou niet zo van opstaan in de ochtend. En wij moeten ook een berg op hier in Leuven om op de campus te geraken. Dus als het dan om 8:00 's ochtends is en ik moet daarna dan terug naar kot gaan, dan blijf ik toch wel liever op mijn kot soms. Maar dus wij moeten via een platform inschrijven voordat we naar de les kunnen gaan. En er zijn maar een bepaald aantal plekken. Dus dat kan ook gewoon volzet zitten. Dus ja, ik had gisteren mijn allereerste les van Mark van Ranst. Dat hebben wij ook hier in Leuven, maar ja, dat was nog maar de eerste les van de virologie. Maar ja, ik ga eens plannen. Ik ga laten zien hoe dat ik mijn dag ga inplannen vandaag. Het is vandaag donderdag trouwens, voor degenen die het willen weten.
Normaal gezien gaan we allemaal uit op donderdag. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet meer nu. Dus dit is mijn dagplanner die jullie in een andere video al hebben gezien. Dus dan kunt je hier de datum opschrijven, wat je aan het doen. Hier staat een heel uurrooster. Hier kan je opschrijven wat belangrijk is en wat minder dringend is en wat notities. Meestal begin ik met mijn uurrooster open te zetten en dan gewoon alle vakken van vandaag op te schrijven. Zodat ik dat alvast heb opgeschreven. En dan schrijf ik nog mijn plannen op als ik plannen heb gemaakt voor de dag. Dus ik zal daar nu even mee beginnen. Mijn vak heb ik al opgeschreven. Bij mij hebben ook alle vakken een kleurtje. Dan ga ik nog mijn plannen voor straks erbij schrijven. Ook mijn ontspanningstoestanden hebben een kleurtje. Nu ga ik ook nog mijn to-do-lijstje aanvullen. Ik kan jullie wel mijn boeken laten zien. Het is nu dus de tweede week. Het is donderdag van de tweede week van het academiejaar. En ik ben deze week maandag mijn boeken gaan halen, want vorige week ging dat nog niet. Dus ik zal jullie dat stapeltje laten zien. Dat zijn wel alleen mijn boeken van het eerste semester. Dus mijn tweede semester boeken heb ik nog niet. Dit zijn alle boeken dat ik nu heb. Die boeken zien er zo uit. Ja, gewoon teksten, af en toe een fotootje ertussen. Maar ik ga nu een beetje heel kunnen studeren, heb ik gisteren ook gedaan. En dan kan ik jullie wel even laten zien hoe dat ik dit vak aanpak. Ik krijg heel vaak vragen van jullie, omdat jullie graag willen weten hoe dat je moet studeren of hoe dat je een vak moet aanpakken. Maar ik vind dat moeilijk om te zeggen, omdat dat gewoon bij elk vak heel verschillend is. En omdat je ook gewoon zo'n beetje je eigen manier moet vinden daarin. In mijn allereerste jaar dat ik studeerde, schreef ik heel graag op dia's. Dus ik drukte dan heel veel dia's af en ik nam die mee naar de les en ik schreef daarop. Maar nu typ ik veel liever, omdat je gewoon veel sneller kunt typen dan dat je schrijft. En dan heb je gewoon meer informatie getypt. En ik leer nu ook gemakkelijker van een scherm. Maar dat hangt gewoon echt heel hard af van vak tot vak. Dus dit is dan mijn boek van heelkundig zorgtraject. Hier in het begin schrijf ik altijd even op, na zo de inleiding, hoe het examen eruit ziet en of er speciale dingen zijn. En dan begint het hier dus. Dus zoals jullie zien duid ik best wel veel aan. Alhoewel dat nog wel meevalt precies. I don't know. Ik duid wel veel aan en af en toe schrijf ik er dan dingen bij in het boek die in de dia's staan. Voor het examen bekijk ik ook altijd de dia's omdat daar gewoon figuren in staan en hier in het boek staan geen figuren. Het staat ook op mijn to-do-list van vandaag om een beetje verder te werken aan heelkunde. Dus ik neem mijn boek en mijn dia's en onder mijn dia's typ ik dus tijdens de les. En dan ga ik nu gewoon het boek lezen. Dus ik lees dan gewoon een stuk van deze cursus. En ik kijk dan naar de dia's om te kijken of ik daar nog iets anders had bijgezet. Dat vul ik dan ook aan in mijn boek. Of als er punten zijn dat volgens de prof belangrijk waren, dan duid ik dat ook aan in mijn boek. Ik kijk dan gewoon na of ik alles begrijp, dat alles is aangevuld. Ik lees dat gewoon een keer grondig, maar dat is niet hetzelfde als van buiten leren. Maar je moet daar dus echt je eigen manier in vinden, want iedereen doet dat gewoon anders. En het is gewoon voor ons ook nog elk jaar in het begin even zoeken hoe dat we een vak juist moeten aanpakken, want dat verschilt gewoon heel hard. Dit boek heeft ook 350 bladzijden voor de mensen die dat graag zouden willen weten. Maar ik ga dus eens beginnen en dan stop ik zelfs nog even voor een snackie te nemen voor mijn volgende les. Het is echt tristig weer. Ja, dat weer en dan hier gewoon gezellig in mijn kotje zitten geeft mij echt herfstfeelings. Hoor de regen op het dak nu. Ik vind het echt mega cozy als je binnen zit en het is buiten aan het regenen. Ik ga nog even een hoofdstukje afronden en dan ga ik kijken of ik iets kan eten. Ik heb net een hoofdstuk afgewerkt. En het is nu 11:15 en hier kun je zien dat mijn les begint om 11:45. Dus ik ga nu een half uurtje de tijd nemen om even iets te maken om te eten.
Zo is het dus met mijn lichtjes aan. Cute. En dit is mijn outfit die ik vandaag aan heb. Maar ik ga nu even een broodje maken. Ik heb nog wat fruit liggen. Dus dit ga ik maken. Ik heb nog een stukje van een stokbrood. Ik heb nog mozzarella dat op moet. En we hebben nog gehaktballetjes. Dus dat ga ik samen op dat broodje doen. En dan in ons panini machientje steken. Mijn broodje zit nu tussen het panini machine. En ik ga dus nu nog een kwartiertje hier beneden eten. En dan ga ik terug naar boven voor mijn volgende les. Mijn lichtjes staan aan. Spoed staat aan. En mijn broodjes zijn klaar. Ik ben weer boven. En mijn les begint binnen 3 minuten. Ik heb nu dus van ademhaling de theoretische les. En die les is dus al wel op de start zoals jullie kunnen zien. Dus ik heb gewoon ingelogd mijn code. En dan zien wij altijd een klein schermpje van, van de les zelf. En dan dia's erbij. En omdat ik dus bij de lessen tip, zet ik mijn scherm altijd half-half. Dus dan zie ik voor de helft gewoon de les. En dan komen mijn dia's hier zo meteen naast als die geladen zijn. Mijn les is gedaan. Eindelijk. Mijn les is dus net gedaan. En het is nu 20 na 1. En mijn volgende les begint volgens mij om 14:45. Ja, dus ik heb nu iets minder dan een half uur voor mijn volgende les. Die dan tot 15:45 is. Dat is mijn laatste les. Wat ik nu ga doen is 2 seconden op mijn bed chillen. Even antwoorden op berichtjes. Kijken of ik geen mails heb aangekregen. En dan ga ik daarna even langs de Alba een kort babbeltje doen. En dan begint mijn volgende les. Ja, misschien dat ik niet in slaap val. Ik denk dat heel veel studenten wel in de middag een dutje kunnen doen, maar niet vandaag, niet vandaag. Ik heb eergisteren een dutje gedaan, maar ik was nu dus aan het scrollen in bed en mijn les begint binnen minder dan 10 minuten en ik ben moe en ik lust geen koffie. Ik moet echt koffie leren drinken. Ik heb vandaag ook helemaal niet zo'n interessante dag qua dat ik nergens naartoe moet buiten de winkel dan straks. Want ik heb meestal alles gewoon op mijn kot liggen. Of zeker op donderdag en vrijdag ga ik meestal niet meer te veel naar winkels of zo. Dus ja, ik heb eigenlijk niks speciaals te doen buiten gewoon mijn lessen volgen en dan 's avonds afspreken. Maar ik heb ook niet zoveel tijd, want ik had nu een half uurtje tussen, maar de vorige les was dan al een beetje uitgelopen. Dus dan is uw tijd echt super snel voorbij dat je tussen lessen hebt. We zullen eens gaan kijken hoe het bij Alba gaat. Misschien heeft hij les nu. Mijn volgende les is semiologie van de heelkundige patiënt. Dat is mijn eerste les daarvan, volgens mij. Ik denk dat dat dit zal zijn. Maar dat is dus een PDF-bestand. Oké, dus ik ben dat bestand aan het omzetten naar een PowerPoint. Mijn les begint binnen 3 minuten. En dan heb ik weer 2 uur les. En dit is mijn allerlaatste les van vandaag. En morgen heb ik een les van 2 uur. En dat is alles voor deze week. Maar ik ga morgen wel proberen in de voormiddag dan nog wat voor school te werken. Laat weten in de comments of jullie deze leuke video's vinden. Gewoon zo'n video van mijn dag hier in Leuven. Want voor mij lijkt het altijd super saai omdat dat gewoon zo mijn dag hier is. En ik studeer ook gewoon alleen maar. Maar als jullie andere dingen willen zien in mijn dag of meer uitleg over iets in mijn dag, let me know. Ik ga even zien dat ik mijn les gestart krijg en daarna laat ik jullie wel een stukje zien van mijn les. Dit is het dan, de laatste les van vandaag van een nieuwe prof. Ik denk dat hij maar 1 les geeft, dus ik ben benieuwd. Ik heb er zin in. Ongeveer. Ja, zo wat. Nieuw lesje, ben ik benieuwd naar. Semiologie is ook wel leuk. Dus, we will see.
Heel laag. Het is ineens mega hard aan het regenen. Denk ik vind dat je nog zien. Dus, ik heb goed nieuws. Mijn les is 20 minuten vroeger gestopt. Dus, ik ben klaar met mijn allerlaatste les van vandaag. En nu heb ik nog 1,5 uur voordat Laura naar hier komt om samen naar de winkel te gaan en aan te koken. Dus, ik ga nu nog een beetje leren. Ja. Ik heb gisteren een les van 1 uur en 1 kwartier gemist omdat ik tegelijkertijd een andere les had, omdat ik tussen jaren zit. Dus ik ga nu religie zien. Dat is dus 1 uur en 1 kwartier en ik heb 1,5 uur nu over. Dus ik ga proberen die les helemaal te bekijken van gisteren, zodat ik bij ben met al mijn lessen. Ik probeer al mijn lessen wel live te zien. Omdat ik dat moeilijker vind om een les daarna opgenomen te zien. Maar ik ga dus beginnen. Ik heb gezien dat hij dat daar straks er heeft opgezet. Dus let's go. Yay. Ik zet jullie waarschijnlijk weer in een mooie timelapse. En dan hoor ik jullie daarna. En dan ga ik proberen vanavond echt goed te filmen. Want als mijn vriendinnen er zijn, dan... ja, komt de camera niet echt meer naar boven. Dus hetgeen wat ik nu nog ga bekijken van gisteren is religie. En dat is ook gewoon een opname dat ik bekijk. En dan tip ik ook gewoon bij mijn dia's. Daar zijn dan cursusteksten van. Die lees ik dan daarna ook nog. En dan is dat ook gewoon bijgewerkt. Ik ben 2 secondjes gestopt met mijn opname. Want het zonnetje begint te schijnen hier in Leuven. Wel niet zo hard. Maar het is in ieder geval stop met regen en de zon schijnt een beetje. Ik heb nu mijn les die ik gisteren gemist heb bekeken. En die cursusteksten had ik ook al gelezen. En die heb ik dus gelezen. En ik heb de PowerPoint herbekeken om te zien of ik alles goed had genoteerd. En dat is alles wat ik doe voor dat vak. Dat is een kleiner vakje op 3 studiepunten. Dus ja, dat is nu ook klaar. Ik heb ondertussen al de tafel gezet voor 2 personen, omdat Laura en ik dus samen gaan koken. Dus dit is mijn tafel. Oké, Laura is aangekomen, dus ik ga even de deur open doen. En zien of ze gaat verschieten dat ik aan het filmen ben. Hallo! Hallo! Ja, we aan het filmen. Ja. Het is echt no shame met de camera, want anders dan, komt er niks van. Ja. Moet dat ook warm gemaakt worden dan? Ja, dat is echt zo mee in de pan of niet, die mango. Ah. Ik ben hier aan het koken met Laura. En wat gaan we maken, zeg het eens. Nou, vanavond een schachtpot quinoa met spekjes, paprika, mango, avocado, kerstmeisjes. Dus gezond. Mega gezond. Het is de eerste keer dat ik dat ga eten, dus ik ben benieuwd. Het gaat lekker zijn. Ja, sowieso. En straks gaan we nog guacamole maken en we hebben buggles en geitenkaas. Dus genoeg snacks voor straks. Yeah. Ons eindresultaat. En we hebben er een gin bij genomen. Hallo, ik ben nu net aangekomen met Celestee. En zij is op dit moment onze mojito's uitmaker. Hoe is het? Goed. We zijn aan het snacken. Ik heb natuurlijk deze video niet afgesloten, dus dat doe ik nu vanuit mijn kamer thuis. Binnenkort zal ik nog wel nieuwe video's maken met een beetje een up-to-date. Versie van hoe het allemaal wordt aangepakt nu van KU Leuven. En de maatregelen zijn natuurlijk helemaal anders. Dus jullie gaan nog wel andere video's zien. Maar ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als dat zo is, mocht je zeker liken en abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij een volgende video.